Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik praat vandaag met Joshua Dwarkasin. Hij is de winnaar van het Srividensi volleybaltoernooi. Nog geen Srividensi. Hoe dan is hij nu al de winnaar? We gaan het even vragen. Kijk mee naar Q-Time. Joshua, vertel me wat meer over jezelf. Los van het feit dat je dus een volleyballer bent en je een Srividensi toernooi hebt en gewonnen, dat weten we al van je. Maar vertel eens wat meer over jezelf. Ik ben Joshua Dwarkasin. Ik ben 26 jaar oud vandaag geworden. Ik ben momenteel jarig. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ik ga verder, kan ik niet zingen, maar gefeliciteerd. Yes, thank you. In het dagelijks leven ben ik een volleyballer. Ja. Ik ben een personal trainer. Ik ben ook werkzaam bij een bedrijf. Los daarvan ben ik ook getrouwd. Ik ben een heel positief mens. Okay. Daar alles omheen. Ja. Je lijkt niet op 26, dus dat is in ieder geval. Daarom die ballon nou, op de achtergrond, omdat je jarig bent ja, vandaag. Vandaar. Leuk. Zomaar storen we je op je verjaardag met de interview, maar het is niet zo erg. Oké, maar je hebt dus een job en volleyballen doe je dus zeg maar als hobby erbij. Ja, dus ik doe het al bij kans vanaf mijn 11e. Ja. En altijd een beetje een passie ervoor gehad. Wat zei je? Je hebt altijd wel een beetje een passie ervoor gehad. Ja, altijd passie ervoor gehad. Okay. Ja. Bij welk team speel je? Ik speel voor Yellowbirds in het hoogklasse team. Ja. En ja, het is nu even off-season door corona, want we even niks doen. Al bijna 2 jaar per jaar. Maar de nationale selectie is wel doorgegaan. Oké. Okay. We zijn komen laatst van Santo Domingo. Ja. Dus dat is wel afgelopen. Oké. Okay. Hoe hebben jullie gepresteerd op Santo Domingo? We hebben gewonnen in ons hart. Ja, we zijn nog niet op dat niveau. Jullie hebben gewonnen in jullie hart. Jawel, heel mooi. In ons hart hebben we gewonnen. Okay, ja. Ja, het is een goed. Ietsje hoger niveau. Dus we zijn nog niet daar, maar we komen zeker. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar je hebt wel het Srividensi toernooi gewonnen. Maar welk Srividensi toernooi? Want wanneer was ja, het toernooi dus, met Srividensi? Ja, dus Yellowbirds. Yellowbirds heeft een Srividensi toernooi georganiseerd. Een beach volleyball toernooi. En dit was meer, ik denk, opwarming naar de competitie toe. Want we moeten 27 november starten. Volgende week. En het was meer een get-together, weet je. Have fun. Alle verenigingen even bij elkaar, gewoon even in die sfeer komen, na lang zitten. En dat was meer de bedoeling. Leuk. Ja, dus ja, jullie ja. gaan nu wel echt opstarten en zeg maar weer een competitie van start laten gaan? Ja, dus dat is de bedoeling hoor. Ja, ik was trouwens ook nooit gestopt, maar zij hervatten het nu. Ja. Ja, je bent wel door blijven trainen al die tijd? Nee, zeker weten. Als het niet op het veld is, is het in de gym. Oké. Hoeveel teams zijn er actief in Suriname op dit moment als we praten over de hoofdklasse? Als ik het goed heb, zijn dat 4 tot 5 teams. Oké. Okay. Ja. Niet zoveel dus? Nee, er zijn niet zoveel. Wat de Sifobo betreft in de hoofdklasse niet meer. Ja, oké. Okay. De lagere klasse wel. Zijn er meer teams? Ja, dan heb je veel meer teams, want dan heb je de districten ook erbij. Oké. Maar dat wil zeggen dat de competitie op hoofdklasse niveau eigenlijk elke keer tussen de 4 of 5zelfde teams gaan. Ja, dat klopt. Het is al een aantal jaren tussen Yellowbirds en Jellico standaard finale. Dus ja. Wie heeft het laatste kampioenschap gewonnen? Het laatste kampioenschap is door Jellico gewonnen. Oké. Okay. Ja, op de aardse rivalen. Mooi. Oké, maar jullie zijn sterk teruggekomen door het Srividensi toernooi wel te winnen? Je kan dat zeggen. Ja? Dat was gewoon een hefboon. Ja, oké. Oké, maar de competitie gaat zo direct wel weer van start, hè? Ja. Hoe lang duurt de competitie? Want jullie zijn maar met 4 of 5 teams. Dus zo'n lange competitie kan het eigenlijk niet zijn. Ja, dus je speelt eigenlijk, we hebben 3 rondes. We spelen 3 rondes, dan speel je tegen ieder.
En dan heb je dan een kruisfinale en dan een finale. Dus het kan om en bij zo'n 3 maanden duren. Ja. Oké, okay, waar zit de uitdaging nog voor jou erbij wat het volleyballen betreft? Zo, als kleine jongen, weet je, heb ik idolen gehad. En ik heb nog steeds een paar mensen waar ik op kijk. En ik ben nog geen hoofdklasse kampioen geworden. Dat is het enige wat ik nog moet bereiken. En, we zijn goed op weg. Dus dat is de main goal eigenlijk van ons. Kampioen te worden. Okay. En dat is echt een uitdaging voor mij. En ook om Caribisch kampioen te worden. Oké, okay. En wie zijn jouw idolen? Opgroeiende was dat een van mijn idolen was dus Geo Linksum. Ik weet niet of je hem kent. Hij was voor Lisex gespeeld, jarenlang. Antoine Vliet was ook eentje van ze. Ja, momenteel is iemand van waar ik veel van kan leren. Kevin Sporksleden, ook Roberto Joval, ook mijn broer, Lionel Blokland, heeft ook heel veel geleerd. Ja. Ik heb erin gebracht. Dus dat zijn de echte mensen waar ik echt naar opkeek. Ja. Oké, okay, maar jij hebt duidelijk nog doelen voor jezelf. Het Surinaams kampioenschap in de hoofdklasse en het Caribisch gebied. That's it. Oké, okay, maar als je nu al zegt dat, was het Santo Domingo een stapje te hoog? Was het Santo Domingo? Ja, waar in Santo Domingo, ja. Dat was een stapje te hoog gegrepen voor jullie, zei je? Het is dus hoe we Caribisch kampioen zijn geworden, de heren dus ervoor, zijn dus deuren open gegaan dat we dus naar de Pan Am Games konden gaan. We zijn dus uitgenodigd naar een tintje hoger, daar is Midden-Amerika en zo. En daar is het niveau toch wel het verschil hemelsbreed, omdat dat hun werk is. Ja. En dit is onze hobby. Zij zijn professionals dus. Ja, zijn wel professionals. Mm-hmm. Maar volgende keer pakken we ze zeker. Ja, oké. Okay. Niet zo'n... je hoeft zo zelfverzekerd te zijn hoor. Je mag ook gewoon aangeven, dit is ons plan en dit is wat we gaan verbeteren en dit is wat we gaan doen om het te bereiken. nee, klopt. Nee, maar de eerste keer toen we waren geweest, hadden we helemaal niks gewonnen. Hè. Dus laatst hebben we wel een set kunnen winnen. Bijna een wedstrijd, dus dat is wel positief voor ons. Ja. Oké. Okay. Baby steps, hè? Ja, baby steps. Oké, okay, maar wat is het plan? Wat is het plan? Want er moet wel een plan zijn natuurlijk, hè? Wat het plan is? Ja. Plan van mij of van de volleybal? Van de volleybal, om de, inderdaad aan die titel te komen, toch? Ja, we zijn keihard in training. We hebben ook een Braziliaanse coach gehad, die ons bepaalde zaken heeft aangeleerd die we nu wisten. Dus we zijn wel nu op het goede pad. Af en toe ontbreken we wat sponsoring. Weet je, we moeten vaak met alle kleine centjes wel vooruit komen, maar de jongens willen wel. En we gaan alles doen om Suriname hoog te houden. De hele Surinaamse sport ontbreekt sponsoring. Jij bent niet de enige. Nee, dat klopt. Ja, zo is het nou eenmaal. Men moet wel meer gaan investeren in sport daarom. En dat er heel veel erin zit en op den duur gaan die jongens gewoon werken. En dan gaan het talent verloren. Klopt, dat is waar. Maar dat heeft te maken met de status van de ontwikkeling van het land waarin we wonen. Dat sport overal naar een volgend niveau getild moet worden. Ja. Maar jij ziet voor jezelf nog wel de potentie voor een sportcarrière in de volleybal in Suriname? In Suriname. Suriname zeker. Ik denk dat ik zeker nog 5 goede jaren in me heb om op een mooi hoog niveau te spelen. Daarna kijk ik wel. Oké. Is goed. Ik zou zeggen, Joshua, hele fijne verjaardag verder toegewenst. We gaan naar jou kijken vanaf 27 november wanneer de competitie start. En dan spreken we elkaar misschien wel weer tijdens de finale ergens om te kijken als het gelukt is. Nee, klopt. Nee, prima. Ik ga jezelf bellen. Ja, oké, is goed. Afgesproken. Have a good day. Nee, prima. Gefeliciteerd. Yes. Dankjewel. Oké, bye. Okay, dus. What we need is a little cute time.
Dat was mijn gesprek met Joshua Dwarkasin over zijn ambitie om aan de volleybalsport te doen in Suriname en wat hij allemaal nog meer zou willen bereiken. Ook over volleybal op nationaal niveau hebben we even kort gesproken op zijn verjaardag, wat natuurlijk ook wel heel leuk is om dat even te mogen meemaken. Heleboel braakliggend terrein dus. Werk aan de winkel voor wat het ontwikkelen van de sport betreft, zodat jonge Surinamers met talent zoals Joshua zich verder zouden kunnen ontplooien. Bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer.